Leuke jongens, maar hoe een beetje actie moet worden gevoerd, hebben ze geen kaas van gegeten. Nou mensen, we gaan beginnen met de plaatopname. Hallo Bart. Bart, de band loopt. Nou, tot na toe kan het gewist worden. Nee, we gaan nou beginnen. Laat maar lopen. En dan tel ik af, hè. Oké, daar gaan we, jongens. 5, 4, 3, 2, 1. Goedenavond, dames en heren. In een uitverkocht carré. Dit is uw actieleider en gastheer Henk den Drijver. En Henk, dat schrijf je met een A, Hank. En je zegt het met een E, Henk. Dus wil u vanavond mij bepaalde actie-ideetjes toespelen, vraag even naar Henk. Wel mensen, we leven niet bepaald in een vrolijke wereld. Hè? En daarom heet deze actie ook de bevrijdende lach. Want hoe meer u lacht, hoe meer lachen er op de plaat komen, des te meer lachen kennen wij. Bart, dit is een instinkertje van mij. Laat de band maar lopen, ik neem een stukje wit en dan pak ik die zin terug. Laat maar lopen. Okay. Hoe meer u lacht, hoe meer lachen er op de plaat komen, des te meer platen kunnen wij verkopen, des te meer geld komt er in het laadje en des te meer gevangenen zouden wij kunnen bevrijden. Maar pin u mij daar niet op vast. Ik ben zelf geen iemand van ellende. Ik ben meer een jongen van een beetje stappen. Dus ik ben blij een centrale presentator te kennen hebben strikken die van de ellende zijn brood heeft gemaakt. En dat is de hoofdredacteur van Vrij Nederland. Leuke naam in dat verband. En dat is de heer, dan word ik even spieken. Ja, dat is de heer Ferdinand de C. Meneer de C. Kom je hem op. En mensen, als er wat te lachen valt vanavond, lach ze, hè. De C. En jou, joh. Goedenavond, dames en heren. U heeft gehoord, of althans de opdracht gekregen, dat er gelachen moet worden. U moet dat de heer de Drijver niet te veel kwalijk nemen. We hebben meer met hem aan de stok gehad, maar hij heeft ons voor vanavond beterschap beloofd. En hij heeft het bovendien ontzettend druk. Vorige week heeft hij nog de actie Ferry Hogendijk moet blijven geleid. Hij is tevens projectleider geworden van het pretpark Amelis Weert. He, want nu die weg er komt, moet je hem ook gebruiken. En hij leidt bovendien binnenkort de Maarten Lutherdag in de Grote Kerk te Naarden. Waar hij een singeltje maakt met de gesplitste Bachvereniging, ieder aan een kant. Maar toch vind ik buiten de heer de Drijver om, die nu toch even weg is, dat wij de avond waardig moeten beginnen. En ik heet u dan ook welkom uit naam van meer dan 200.000 politieke gevangenen. Hoeveel het precies er zijn, weten wij niet, want sommige landen, als China en Zuid-Afrika, doen aan deze actie niet mee. Wij zijn er trots op dat u, zoals u hier vanavond zit, in deze zaal alleen, op deze avond alleen, 75.000 gulden bijdraagt aan Amnesty International. De kosten van Carré zijn er dan al af, want u weet dat ze hier sparen voor een opvolger van Guus Oster. De BTW is er ook al af. De organisatie heeft aan de regering gevraagd of dat eraf kon, maar dat kon absoluut niet. Het enige wat ze wilden doen, als er decors geschilderd zouden worden, was het schilderwerk aftrekbaar. Speciale maatregelen zijn er voor één mevrouw, die vanavond voor de tweede keer is. Die is gisteren ook al geweest. Die heeft toen voorin gezeten daar met een vriend op een plaats van 100 gulden. En die is er vanavond met haar man op een plaats van 75 gulden. We hebben met alle technici daarover afspraken gemaakt. Als het betreft montage over twee avonden wordt voor de televisie. U moet na afloop even laten weten bij wie u gaat kijken. Tot slot hartelijk welkom aan die groep van 350 mensen die maar 50 gulden betaald hebben. U weet welke groep dat is.
Dat is de groep die wel 100 gulden kan betalen, maar die eerst wil weten of het wel goed besteed wordt. Voor die groep organiseren wij binnenkort dan ook een brede maatschappelijke discussie over de politieke gevangenen. Dan moeten ze maar eens kijken. En voor hen hebben we ook gezorgd dat ze maar de helft van het programma kunnen zien. Dus die zitten ook aan die kant. En die zitten dan aan die kant. Te lang dus, zij. Leiden zegt te lang, we lopen nou wel uit. Dan ken je, je zou het niet over het geld hebben, hè. Ja, nee, dus even onder ons. Je zou het niet. Even onder ons. Je zou het niet over het geld hebben, dus, hè. Al het geld gaat via mij. Ja. Ik moet dat nog uitrekenen. Hè? En jij zou het gratis doen voor één fles wijn. En jij zou in de zijloge zitten en je zou die actie leiden. Weet je nog wel? Goed. Nou, dames en heren, dan gaan we beginnen. Bart, toneellichten uit. Donker beginnen. Toneellichten uit, jongens. Voorlicht uit. Kom op. Donker. Kom op. Toneellichten uit, jongens. Waar blijven we nou? Donker. Helemaal uit. Ik vind het helemaal niet erg om in donker te blijven staan. Want donker doet mij denken aan die kleine Chinees die een keer in Peking op het toneel stond in de grote Chinese opera op de avond dat Nixon op bezoek was bij Mao. En ook toen viel het licht uit. En toen zei die kleine Chinees tegen al die mensen in de zaal, dat is helemaal niet erg, daar kunnen wij met z'n allen wat aan doen. Als u nu allemaal, kameraden, makkers, uw rechterhand omhoog steekt. En ik vind dat we dat nu ook moeten doen, met z'n allen. Als we allemaal... Allemaal, zoals we hier zitten, onze rechterarm omhoog steken. Kom op, mensen, even doen. De grapje van meneer de C. En het is toch donker. Eventjes die rechterhand. Kom op. Mensen, steek even doe het op. Nu door, kom mensen. Op, mensen, steek even op. Niet voor meneer de Drijver, maar voor mij. Wacht. Ja, ziet u wel, het helpt. En dat zei die kleine Chinees, die zei dat ook tegen Nixon. Die zei, ziet u wel, many hands make light work.